Moe zijn ze, niet alleen van de lange nacht waarin ze een nieuw onderkomen hebben gekraakt, maar ook van het inmiddels alweer 5 jaar van pand naar pand verplaatsen. Yeah, we came here after we get evicted from the place we were in Southoast. Yeah, then yeah, very hard, very hard. Yeah, as you can see, the building. Yeah, but yeah, we try to handle it. It's very hard. Buiten aan de gevel hangt een vlag met de Engelse tekst: Equality, dignity for refugees. Ja, als je binnen bent geweest, dan merk je dat dus deze voorwaarden niet zijn voldaan. Van Melle heeft de afgelopen 5 jaar als vrijwilliger veel betekend voor de groep. Ja, de gemeente die faciliteert het. Zolang de panden gekraakt worden, heeft hij geen probleem. Als het kan, een beker koud water aanreiken, zoals de Bijbel zegt, dat is al genoeg. De groep heeft inmiddels op meer dan 20 plekken gewoond. Wat ze willen en wat voor een deel van de groep al is gelukt, is een verblijfsvergunning. Voor de anderen zou een plek waar ze altijd terecht kunnen ook een oplossing zijn. We try to demonstrate in different ways, yeah, in all kind of demonstration, and yeah, we still going on, continuing on this. The future is not that good, yeah, as we experienced through all these 5 years of struggle. Some of our colleagues, yeah, they get a good life, they get status, but yeah, it's not that in that speed, but yeah. Ja, we cannot see like, but we hope maybe something gonna change. Aan het einde van de middag was er een bijeenkomst om stil te staan bij het 5-jarig bestaan van Wij zijn hier.